we zijn nu blij met 75 jaar vrede. Toch is er altijd nog wel ergens oorlog. Ja. Wat levert de oorlog op? Dan zijn eigenlijk drie dingen die oorlogen per definitie bijna altijd opleveren. Eén is duidelijkheid over de machtsbalans. Wie heeft hier macht en wie niet? En dat geeft enigszins ook weer, zeg maar, ordening in een groter geheel. Hè? Dat daar geen discussie is voor een X-periode. Ja. Twee is dat oorlog evolutionair gezien kan worden als, zeg maar, een test op kracht. Dus je zou heel flauw kunnen zeggen dat de sterke winnen. En die creëren ook een sterker geslacht. Ja. En die krijgen dan ook de hoofdprijs. Hè? De gezondste vrouwen om gezondste kinderen te kunnen baren. Dat wordt nu wat lastig vanwege alle mogelijke inseminatietechnieken, zeg maar. Ja. Dus misschien vervalt die wel op den duur, hè? Wie zal het zeggen. En een derde heeft vooral te maken in de zin van wie recht heeft op vrede niet. En die wordt vaak vergeten. Wie recht heeft op vrede niet? Ja. Legt die eens uit? Nou, wij vinden dat we recht hebben op vrede. Dus we hebben ook gezorgd dat we vrede hebben. En eigenlijk indirect vinden we het niet zo belangrijk of het Midden-Oosten of recht heeft op vrede of niet. Op welke werelddeel dan ook. En daar laten we oorlogen, zeg maar, gewoon ontstaan of laten we gewoon voortduren. Dus het is een vaak vergeten onderwerp binnen het systemisch gedachtegoed dat het gaat over recht op vrede. Want eigenlijk besluit de sterkste dus of de heersende macht van hier zal vrede zijn en hier niet. Of wij vinden dat ze recht hebben op vrede. Of... Ja, ik denk dat die nog diffuser of misschien nog wat duidelijker ligt misschien aan de andere kant. Is dat als je eenmaal de macht hebt, ben je ook in de lead van vrede. Hè? Dus je kunt zelf beslissen wanneer je de volgende oorlog aangaat en welke niet. Ja. En dat betekent in zekere zin dat je ook kunt beslissen of welk deel van jouw land of wereldgebied je toekent aan voorspoed en welke niet. En daar hangt het natuurlijk mee samen. Ja. En als je vindt dat bepaalde gebieden voorspoed niet hebben, dan laat je ze in oorlog vervallen. Nee, dat zien we natuurlijk in de koloniale geschiedenis terug. Dat we bepaalde werelddelen hebben gebruikt om oorlog te voeren, zolang het maar niet op eigen grond was. Ja. Dus we noemen dat ook een proxy war. Hè? We plaatsen eigenlijk de belangen buiten ons eigen landsgebied. Mm-hmm. En beginnen in zekere zin, zeg maar, oorlogen voor... Nou, het is een beetje heel vervelend als ik het zo zeg, maar in zekere zin voor onderzoek wat mogelijk is. Ja, Noord- en Zuid-Vietnam, Noord- en Zuid-Korea. Ja, dat zijn in principe proxy war gebieden. Ja. Want uiteindelijk zullen wij daar de prijs niet van betalen, maar de bevolking van het land wel. En het is een krachtmeting. En het is een krachtmeting op wereldschaal. Bijzonder. Ja. Ik kan me ook herinneren, oorlogsmoment, monument, foto's, gezichten. Je kijkt naar de gezichten en je weet gelijk, dit is waarschijnlijk een dader en dit zal altijd een slachtoffer zijn. Ja. Hangt dat ook samen met het systeem van zo iemand? Of wanneer wordt iemand dader of wanneer wordt iemand slachtoffer in een oorlog? Nou, dat is een hele intrigerende vraag. Wat ik heb meegemaakt en wat ik er zo langzaam van weet, is dat elk gezin in staat is om daders en slachtoffers te creëren. En ook om zich daarvan te onthouden. En dat heeft met name te maken in welke ideologie of religie, zeg maar, gelooft of aanhangt. Mm-hmm. Kijk, we hebben in Nederland eigenlijk een cultuur ontwikkeld van pacifisme. Ja. Maar de vraag is of dat pacifisme geoorloofd zou moeten zijn. Omdat in zekere zin zou je kunnen zeggen dat we oorlog of verdediging van het land uitbesteden aan derden. Mm-hmm. En daar dienen wij iets voor te betalen. Dus in zekere zin zou je kunnen zeggen dat we nog steeds Amerika afbetalen op het basis van het feit dat ze zijn natuurlijk niet het enige land geweest, maar heel veel andere landen. Maar onze neuzen staan nog steeds richting de Verenigde Staten. Mm-hmm. Omdat ze ons ooit mee hebben bevrijd. Ja, omdat wij pacifistisch zijn, hebben we eigenlijk... Dus we zeggen eigenlijk, wij leiden liever niet. Leid jullie maar. En we kijken wel hoe we dat financieel of economisch, sociaal met jullie gaan oplossen. Dus blijf je de prijs betalen voor pacifisme. Ja, en in principe hebben we daarmee onszelf geoorloofd om slachtoffer te blijven. Bijzonder. En... Wat ook een geluid heeft dat we eigenlijk een land heeft die nog steeds zijn eigen land niet kan verdedigen. Dat is eigenlijk heel fnuikend natuurlijk, maar laten we dat maar hardop roepen. Ja. Ja, want als je kijkt naar Zwitserland bijvoorbeeld, die hebben jaarlijks dat mensen opnieuw op herhaling gaan of ze moeten dienst doen. Ja, en ja. Bij ons is die überhaupt helemaal afgeschaft. Ja. Zit me dan af te vragen, wat zijn de gevolgen mocht er onrust komen, maar we zijn een land wat onszelf niet kan verdedigen. Ja, technisch gezien, qua aantal manschappen en de uitvoerbaarheid, zijn we niet in staat. Stel dat we een conventionele oorlog op ons grondgebied zouden krijgen, en de kans is niet geheel onwaarschijnlijk,
Waarschijnlijk wordt het een blitzkrieg, met zeker met de moderne wapens die we nu hebben. Maar technisch gezien zijn we niet in staat om ons eigen landsgrenzen, om ons eigen land, dus letterlijk het geografisch gebied, tot de tand te verdedigen. Dat zijn we niet. Dat is iets wat onder het tapijt geschoven wordt. Dus dat wordt waarschijnlijk onder het tapijt geschoven, maar alle militairen zullen het met mij eens zijn. Ja. Wat doet dat trouwens met een land als dat zo is, maar niet besproken wordt? En het is ook wat de NAVO vraagt, want we besteden te weinig geld aan defensie. Trekt dat een wissel? Ik denk dat het zeker een wissel trekt. Maar ja, welke gezinnen willen hun zonen nog richting een dienstplicht hebben? Bijna geen enkel gezin. En dat zegt dus ook al iets. We willen wel vrede, maar we willen geen prijs betalen daarvoor. Heeft dat ook weer een, ik denk dat je dan weer terugkomt bij individualisering van wie zet zich in voor het land. Ja. Want het natuurlijk de coronacrisis, maar het er gaan voor staan van hey, dit gaan we samen doen, dat lijkt helemaal weg. In ja, maar dat is interessant aan de coronacrisis, dat je nu ziet hoe versplinterd dit land eigenlijk is. En dat er eigenlijk een cultuur van wantrouwen is. En terecht natuurlijk, want de Nederlandse geschiedenis laat ook zien dat overheden vaak in tijden van spanning nooit goed zijn omgegaan met hun burgers. Ja, staat de bron en dus zeggen we strijden. Dan kijk maar naar de geschiedenis. Ja. Ja. We hebben als Nederlandse cultuur, wij vind ik ook een beetje apart, ik kom uit Zuid-Korea, maar goed, Allah, laten we zeggen, ik ken mezelf toe aan de Nederlandse cultuur. Mm-hmm. En kijken naar de Nederlandse geschiedenis, is dat de gemiddelde Nederlander weinig op heeft met autoriteit. Ja, en zeker centrale autoriteit. En dat we de consensus voor lief nemen, maar liever zouden we ook af willen zijn van die consensus. De consensus is geboren op het feit dat we met elkaar moeten samenwerken in een land wat eigenlijk geen vaste grond kent. Dus we zijn een moerasland. Ja, een moerasland is intrinsiek niet zoveel waard, maar willen we het wel behouden, dan dienen we dijken te bouwen. Die dijken werden ooit gebouwd door buitenlanders en niet zozeer door Nederlanders zelf. Dus we zijn gekweld door eigenlijk buitenlandse machthebbers, deels dankzij Spanje. Dus de bezetters moeten voor een deel ook nog dankbaar zijn. Dus dat betekent dat we met elkaar hebben creëert dat we een cultuur van samenwerking nodig hebben. Omdat we niet meer kunnen leven in het feit dat jij wel een terp hebt en niet onder water staat en ik niet. En ik dan elke keer onder water staat en zeg, ja, maar jij hebt iets voor mij nodig, maar ik kan er niet voor je zijn en ik verdrink. Mm-hmm. Dus je zegt, nou, we gaan helpen om die terp ook op te bouwen. Zo hebben we een ring gelegd van dijken. Ja. Nou, prachtig natuurlijk. Polderen. Ja. Ja, polderen. Maar dat zegt dus ook iets over de cultuur. De samenwerking is een noodzaak. Maar de vraag is of de werkelijke intrinsieke wil er is. Ja, dus ja. Nee, ik is dat bijna nee. Ja, we willen samen zijn, we willen samenwerken en toch willen we niet voor elkaar staan. Precies. Ja. En dat is een beetje raar om het zo uit te spreken en toch voelt dat het zo is. Nou ja, een gemiddelde Nederlander zal dat waarschijnlijk wel herkennen, vroeg of laat, of in ieder geval in zijn leven of werkomgeving. Ja. Ja, dat is wat ik ook van veel buitenlands terug hoor. Dus die zien natuurlijk met andere ogen naar Nederland, maar die herkennen dit beeld wel. Ja, hoe duiden die dat als ze dat meemaken? Niet hartelijk, niet warm. Gestructureerd, gecultiveerd, weinig authentiek. Nou is dat niet allemaal waar in mijn optiek, maar ik begrijp wel dat ze het zo opvatten. Ja, het is waar zij vandaan komen en dat is anders. Ja, ja. Dus ik begrijp wel dat het hele gebeuren rond de consensus en in kader van oorlog en vrede, dat een heel moeilijk onderwerp is. Well, ik ben niet per definitie voor oorlogvoering, maar ik denk wel als je beseft dat überhaupt de realiteit zou kunnen zijn, waarom bereid je daar niet op voor? Ja, we zijn een van de landen met een dichtste verzekeringsdichtheid ter wereld. Hè? Dus ja. Nederlanders leven in een zekere staat van, hoe noem je dat? Dat we niet onzeker willen zijn over onze mogelijkheden en alles toekomst. Verzekerd, ja. Alles is verzekerd, behalve voor oorlog. Dat is eigenlijk heel raar. Ja, dat klopt. Dat is uitgesloten. Dus. De oorlog is schijnbaar uitgesloten in ons denksysteem. Dat is heel apart. Alles verzekerd, uitzonderingen, oorlog. Ja, uitgezonderingen. Ja. Als de oorlog komt, ja, dan moet de ander dat maar voor ons oplossen. Want wij zijn het immers waard. Ja. Ja, wie beslist dat wij het waard zijn om gered te worden? Misschien moeten ze dat volgende keer maar niet doen. Bijzonder. Ja, dank je wel. Oké. Okay.